Kijk, het is echt heel grappig. Ik kan zeggen zo kietelen. Waar ben je nou? Waar ben je? Ik zie je niet meer. Nou, dan kietel ik wel. Goedemorgen, het is vrijdag. Ja, ik ben een beetje de dagen kwijt door het rare weekend. En ik ben al heel druk bezig in huis. Wat zeggen gisteren, zij heeft me echt wel aan het denken gezet. Dus ik wil echt, alles wat we niet gebruiken moet er gewoon uit. Echt alles. En dan heerlijk met een schone lei eigenlijk beginnen. Welke kant dat ook allemaal op mogen gaan. Ben al aangekleed. Deze top is van Selected Femme. Broek van Friends Connection. Dat is met die flare pipe. En sandalen zijn van June. En die heeft zich ook zo schattig aangekleed. Die zit hier nog een peertje te eten. Die heeft een blouse aan van de Cool Cat. En een broek van de H&M. Ook flared. En die heeft een Nike stonden. En die heeft de oorbelletjes ook ingedaan. Super schattig vind ik het schat. Dus ik ga verder. Ze gaat zo naar de bioscoop met mijn moeder. En daarna komt ze wel gelijk weer thuis. Dus dan heb ik heel veel mijn handen vrij. En ik heb van gisteren al dingetjes verkocht. Dus die ga ik zo even wegbrengen. Even een laatste paar boodschapjes halen. En dan even kijken wat er lukt vandaag. Ze heeft ook zwemles. Dus ja, dan zijn we toch ook weer een tijdje de deur uit. Dus moet maar even zien hoe ver het gaat lukken. Mezelf even gemotiveerd om naar de auto te gaan. Ik had echt geen zin. En al die zooi staat achterin. Dat ga ik wegbrengen. Maar dat ruimt wel echt lekker op. En ik moet zeggen dat het ook echt enorm motiveert om nog meer op te ruimen. En weer ook gekocht. Ik heb spinazie, spekjes en crème fraîche. Daar ga ik tagliatelle mee maken. Die heb ik ook gehaald. Snijboontjes, gehakt, ham. En mijn nieuwe tip. Ik ben een beetje van het stokbroodje af. Dus deze zijn het nu helemaal. En dan heb ik hier nog de tagliatelle. Pijnboompitjes, die zijn ook voor in de pasta. Paneermeel. Die is gewoon bij me op. Dus ik ga het handig mee naar huis stellen. Popcorn mais. Oh, en een regenboekje. En we zitten ondertussen weer in de auto. Ik heb echt heel veel opgeruimd. En elke keer, ja ik weet het, ik wacht. Doe je gordel snel. Elke keer, even je gordel doen schat. Ik weet dat je heel zwaai bent, maar we moeten echt naar zwemles. Elke keer denk ik, ik moet even filmen. Maar dan ben ik zo bezig en dan vergeet ik filmen. En anders is het of heel veel opruimen of filmen erbij. En ja, dan schiet filmen erbij in. Maar goed, het gaat dus heel erg goed. Nu onderweg naar een zwemles. En we zijn iets aan de late kant. Niet heel laat. Als het verkeer meewerkt zijn we ruim op tijd. Maar hè, dat weten we nooit van tevoren. En oh. Ben je nu bij Nova zijn al klaar? Weet ik niet. Zo stom. Ik heb natuurlijk een tijd geleden heb ik die slippers gekocht voor mee naar zwemles. Die ben ik dus weer vergeten. Ik heb ze letterlijk nog 0 keer meegenomen. En zoals ik al dacht, normaal alles mee. En vandaag moeten we best wel opschieten. En we staan stil. Maar goed, het gaat zo weer rijden. Dus dan zou ik het nog net moeten redden. Even snel omkleden. Het is wat het is. Kijk, het is echt heel grappig. Ik kan zelf zo kietelen. Waar ben je nou? Waar ben je? Ik zie je niet meer. Nou, dan kietel ik wel. Ze moet ook echt lachen. Het is echt te grappig. Waar ben je? Hier, ik ga je haar door de war doen. Oeh, zo, klitten. Klitten. Hier, even kietelen, kietelen. Kietel. Oh, hij doet het niet meer. Oh, wel. Ba 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 ba
We zitten in de auto van zwemles en oh, wat ben ik blij dat ik die blauwe dingen uit heb. Dat is echt verschrikkelijk met z'n nanen. Oh, die camera staat niet echt handig zo. Dat is iets beter, denk ik. Hè? Ja. Ik sta toch stil, dus ik kan hem daar nu zetten. Dat moet ik niet doen als ik rijd, dan vliegt hij door de auto heen. We staan weer stil. Maar goed, dit meisje heeft heel goed gezwommen. En... Ja, maar jij mag het laatste. Oh, dankjewel. Oh, dit is lekker. Dit smaakt ook echt. Dit hebben we uit Italië meegenomen. We hadden vorige week peer en dit is persiksap. Dit is zo verschrikkelijk lekker. Het smaakt ook echt naar persik, zeg maar. Persikijsjes. Ja, die andere smaakt echt naar peer. Naar, in ieder geval naar perenijsjes. Volgende week geen zwemles, want dan hebben we een bruiloft. Dus dat, nou, dan mag jij de ringen weggeven die dag. Oh ja. Dat is leuk, hè? En dan je mooie jurk aan. Deze avond alleen maar achter de laptop. Even editen, editen, editen. Volgende week mega drukke week. We hebben de bruiloft. Ik moet nog naar de kapper mijn nagels doen. Noem het maar op. Morgen gaan we de hele dag weg. Dus ik wil allemaal edits zoveel mogelijk af hebben dat ik helemaal bij ben. Ik was vergeten de vlog af te sluiten. Ik moet even.